Cute, we hebben wel hetzelfde. Kijk. Woe! Oh ja. Zie je dat? Mooi deze. Ja, vind je? Nee. Gaan we revealen? 3, 2, 1. Ja? Ja, natuurlijk. Het is altijd niet. Nou! Ah! Hey jongens, ik ben Lois Peperkamp en ik ben vandaag hier met Ilse Kremer. Woehoe! We gaan iets heel leuks doen. Ilse gaat make-up bij mij doen, zoals ze normaal make-up doet. En we hebben nog als finish and touch hele aparte lipstick. Dit is paarse en dit is een blauwe en die gaan we heel veel doen. Oké, ik ga even mijn haar vast doen, denk ik. Ja. Zie je ook niet heel vaak met vast haar? Nee, ik heb laatst eens eentje op Insta gepost. Ja. Zo, de tering. Ik zat heel lang over te twijfelen. Ja, je ziet er wel anders uit. Ja. Oké, ik heb mijn haar nooit vast. Ik vind dat niet echt nice of zo. Wil je het nu wel doen? Voor de video? Moet ik het doen? Ja. Oké. Ik heb hier een stukje als je wil. Ja, nee, ik moet even snel borstel doorheen. Auw! Ik zou zo blij zijn als ik een witte achtergrond heb met een mooi raam. Thanks. Okay. Misschien kun jij dan even beter aan deze kant zitten, want dan heb ik het licht. Of course. Nou, wat een transformatie. Ik vind het echt, ik vind het echt heel mooi. Ik zweer, ik ben echt heel erg naar als ik mijn haar... Naar. Ik ben nooit echt van mijn haar. Dus ben trots op je. Maar ik doe het nu wel voor jullie. Ilse heeft dus ook niet zo van, wow, ik heb echt heel veel make-up en je ziet het. Ik heb nooit foundation op. Ik vind het altijd gewoon leuk om te zien hoe anderen het door mij doen. Ik heb nooit... Nee, doe ik niet. Nee. Maar iedereen zegt, ik heb het ook niet nodig. En dan denk ik, oh, dat is niet echt zo. Nou, is wel true. Ik hoef bij jou ook geen mascara op te doen, dat heb je al. Dat heb ik ook op zitten. Ik doe niks anders, we hebben dezelfde mascara, dus... Nee, precies. That's it. Favorite. Ik alleen maar... no spon, maar deze is echt heel goed. Ja, maar ik heb... Heb je een donkere huid dan mij? Wel, hè? God, we doen het maar gewoon mee met Tink. Ja, wat hadden we net gekeken? Hoe heet het nou? Clever. Dat... Oh ja, Clever. Die dat kraken, je lichaam laten. Iets met Clever, maar dat is zo'n tof kanaal. Ik zal het even in het ietsje doen, maar ze hadden daar inderdaad dus ook zo'n aflevering waar een man... Dat chiropractieke... Ja, en ik had het hele lichaam echt gekraakt. Ja. Dus alles wat nu kraakt, zit bij het voet. Waardoor ik echt heel intens kraak. Gewoon dat je zo je voeten soort half uittrekt en dan weer erin. Maar die, kijk, ik wil gewoon... Als er twee andere meiden zijn die het leuk vinden om een nieuw YouTube kanaal te starten. Ja, inderdaad. Ga nu. Mail ons. Wij hebben even iets tofs wat wij willen gaan doen. Waar we echt een beetje nieuwe mensen nodig zijn. Ik doe altijd deze tipjes eerst. Heel raar. Ik heb nooit mensen opgemaakt. What a lifetime. Ik ben helemaal happy. Als ik hier mensen opgemaakt, maar niet echt met foundation ofzo. Maybe light mascara done. Kijk maar even in de beeld. Oh, mijn lippen zitten er nog af, hè? Ja. Echt zo dom zit te lachen. Wil je me even recht aankijken? Oh, ja, natuurlijk. Net een filmzoen. Ah, shut up! Ik vind het echt heel leuk, maar het is even wennen, want het is heel anders dan op jezelf. Eigen, ja. Normaal voel je het aan, weet je, dit en dat, en zus en zo. Mooi plafond niet? Komt ie. Even iets boven je ogen, maar nu even je ogen. Oké, we gingen meteen voor. Het verbaast me nog steeds dat wij echt 2 video's online hebben staan eigenlijk samen. Hoezo? Nou, in de span van 3 jaar. Of 2 jaar? Nee, 2 jaar. Ja, 2 jaar vind ik alsnog best wel lang. Zo! Ik vind het nog best wel een meeval hoor, zo. Ah, ik ben ook niet zo bruin. Nee. Jij lijkt nu wel weer bruin dan ik. Why? Ik dacht misschien kunnen we beter even mijn lippenstift afdoen. Dus dan blijft... Ja, doe maar. Okay. Anderhalf. Ja, oké. Nou, jezus. Waarmee moet ik het doen? Ja, okay. Jij hebt de voorraad lang hè, daarvan of niet? Ja. Nou ja, een jaar, maar het is zoveel. Ik kocht altijd al Garnier en ik ben dan al van de 1+1, nou inslaan weet je wel. Ja. En we waren dus naar dat evenement. Ik was met mijn zus. Dus mijn zus kreeg een goodiebag, ik kreeg een goodiebag en daarna kreeg ik nog een pakketje met 1 jaar lang Garnier. Dus tering. Ja, dat is echt ziek veel. Ik wil je wenkbrauwen zo wel even goed doen. Oh, ja, dat ik ook. Raak jij niks kwijt of alles? Alles. Alles. Ik ook hoor, dus. Wat moet je hiermee doen? Nou, shapen? Ja, dat ga ik dus een beetje nu doen. Oh. Maar dat doe ik heel soms bij mezelf. Doe je gewoon dit. Weet je wel, dat je daar zo... Gewoon een klein beetje. Ik vind dat zo bijzonder, want dan doen ze altijd gewoon foundation. En dan ben je helemaal een spook. En dan gaan ze alles pas weer terug. Dat doe ik echt en zo, maar... Cute, we hebben het wel hetzelfde. Kijk. Woe! Yeah. Maar nu gaan we door naar de... Het is mooi deze. Ja, vind je? Nee. Meestal doe ik dat en doe je die lijnen gewoon die je dan heel erg ziet. Dat is zo moeilijk om daarbij te zitten. Ik kan het niet lang volhouden. Maar kijk, normaal jongens doe ik dit ook nooit heel erg veel. Nee, je merkt het. Ik zat letterlijk niet. Maar uiteindelijk wordt het wel een beetje neutraal. Aan het eind, uiteindelijk over een paar uur dan tegen het om weg. Nee. Nee, maar ik vind het nu wel gewoon goed zitten. Ja. Ja. Zit iets diepte erbij in? Dit is... Kijk, het shined wel heel erg. Highlighter. Welke is het? Ja, uit deze doos. Oh. Welke is het uit deze doos? Oh ja. Zie je dat? Ik vind het altijd wel mooi, de highlight. Maar weet je, ik doe nooit iets op mijn gezicht en dan zou ik ineens een highlighter zo... Ja, ik gebruik het ook nooit echt heel erg veel. Klein beetje. Of het is gewoon zweet. Ja. Maar nu gaan we even voor de wenkbrauwtjes. Ik doe je mensen. Daar ben ik altijd zo excited voor. Ik heb net mijn wenkbrauwen laten doen, jongens. Dat ging helemaal met wax op mijn ongeleden en alles. En met een soort touw zo. Drama. Dus. En nu ben ik eigenlijk een beetje tot de ontdekking gekomen dat ik gewoon heel weinig haartjes heb. Dat ik echt een dunne wenkbrauw heb nu. Zeg maar niet omdat het er allemaal af is gehaald. Maar mag ik het serieus? Mag ik het gewoon inkleuren? Je krijgt het sowieso af. Ik heb dat ook gewoon een beetje. Het is echt bruin, weet je wel. Je hebt op zich een beetje de zwarte tint in je... Oh zo! Oh ja, nou ja. Joh, doe je dingen joh, we gaan het zien joh. Oh kut. Het zit erop. In mijn hoofd ook. We gaan maar door. We lachen wel weer weg. Ik zie ook. Ik kan het allemaal net... Oké, ik mag niet kijken. Oh, dit ziet er wel ineens ook uit. Kijk, en wat ik heb gezien moet je eigenlijk hier zo'n doekje dragen, want dan kom je niet meer op de foundation. Maar hè, ik ben skeer. Ja, hè. Dus je mag nu wel kijken als je wilt. Maar je moet gewoon, jij moet zelf een donkere... Nou, ik vind het op zich nog wel mooi. Ik ben net iets lichter, weet je wel. Nee, dan gaan we nu voor de lipstip, hè? De lipstip. Okay. Ja, maar jij draagt ook niet zo van die nude tint of zo. Ik draag niks. Als je mij op mijn Instagram ziet, nee maar... Niks naakt! Ik ben ook geen lipstift gewend om dat op te doen. Jij wel? Nou, ik draag dat wel echt heel veel. Ik draag eigenlijk alleen mascara en lippenstift meestal. Oh damn, dit gaat heel daar staan. Oh, maar die staat, is wel mooi. Gaan we revealen? 3, 2, 1. Echt intens. Maar ik vind hem bij jou mooi staan hoor. Ja? Nou ja, het is heel anders. Het is dat wel. Heel... En als jij dan nooit lipstift dragen, dan is dit ook wel een intense kleur. Ja, maar dat had ik ook met de rode. Ik draag bijna nooit lipstift en als je dan in één keer zo'n kleur doet, mensen zeggen wel, ja, het staat je wel leuk hoor, moet je vaker doen. Maar ik weet niet wat ik van blauw vind. Paars is toegankelijker dan blauw, dat sowieso. Maar deze blauw wordt gewoon een beetje graftakken. Graftakkenwagen. Nee, gewoon nog bleker. Maar wat vinden jullie van uiteindelijk Lois haar look? Moet je even de poll laten weten waar je van vindt? Ja, precies. Nou, deze kant? Ja, die kant. Oké, die kant. Ja. En ik vind de wenkbrauwen ook vooral mooi. Ja. Nou jongens, dat was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Een beetje praatuurtje met Ilse. Wat jouw lievelingskleur lipstift is. Misschien wel, maar anders laat inderdaad weten. Wat is jouw go-to lipstiftkleur? Vertel het ons in de comments. En vergeet ook niet eventjes dus naar het kanaal te gaan van Ilse. Duimpje omhoog. Abonneren. Alles. Op ons allebei. Ja, en dan zien we jullie snel weer.